De minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad, gaat voor verdere organisatie van het douanekorps. Dit zei gisteren in de congreshal, waar 84 douaneofficieren en manschappen zijn bevorderd in een naast hogere rang. Sinds de reorganisatie van het korps vorig jaar zijn de inkomsten van de staat met maar liefst 200 miljoen Surinaamse dollars toegenomen, zei minister Hoefdraad. Voor hem betekent dit dat het ministerie in een goede richting zit. En het zal niet van een leien dakje gaan. We zijn allemaal mensen met onze eigen persoonlijkheden, met onze eigen karakters. Maar we gaan elkaar ergens moeten vinden. En we gaan moeten definiëren wat wij gezamenlijk moeten doen om de dienst vooruit te helpen. Van mijn kant zal ik zeer spoedig weer zitten met de bond, samen met de heer Van Lobbrecht en zijn team. Om te kijken hoe wij de situatie van u allen verder kunnen verbeteren. We willen ook gaan naar verder stimulus, we willen ook gaan naar verder ondersteuning. We willen kijken naar incentieven, zodat uw werk ook naar behoren kan doen. En ook op dezelfde manier willen wij dus gaan naar een stukje organisatie. Een stukje wat wij noemen accountability, een stukje verantwoordelijkheid. En dat wij toch wel ervoor zorgen dat wij gezamenlijk niet in de fout gaan. Doel van de minister is om zo spoedig als mogelijk te zorgen voor een eigen gebouw voor de douaniers, zei hij verder. U hoort ook bondsvoorzitter Joyce de Vlucht, die de leden op het hart drukte boven alles de eenheid te bewaren. We zijn druk bezig, ook ten aanzien van een gebouw. Ik hoop dat wij nog voor einde van dit jaar de eerste steenlegging mogen doen, zodat wij binnen een 16 tot 18 maanden eindelijk ons eigen douanegebouw kunnen opleveren. Want het is beschamend en kijken naar de condities waarin de douane vandaag de dag is gehuisvest. In schrille tegenstelling met de enorme hoeveelheden geld die de douane voor het land in feite naar binnen brengt. Ik hoop dat wij echt binnen een pakweg anderhalf jaar kunnen zeggen van dit is ons gebouw waar wij ons werk naar behoren moeten doen. Ik vraag jullie van hieruit om eenheidsgedachten mee te nemen. Als we één zijn binnen de organisatie, kunnen we veel meer bereiken. Dus van hieruit wil ik jullie vragen, die eenheidsgedachten, laten we één zijn. Eenheid maakt macht. Laten we daarvoor gaan. Joyce de Vlucht, voorzitter van de douanebond, die ook bevorderd is tot verificateur tweede klasse en daarvoor minister Gilmer Hoefdraad van Financiën. De Vlucht is blij dat na bijkans 8 jaar zo'n grote bevorderingsronde is geweest. Zij sprak de hoop uit dat in de toekomst bevorderingen niet meer zo lang op zich laten wachten. Ook wordt vanuit de bondsleiding verwacht dat er op korte termijn invulling wordt gegeven aan de leiding van het korps vanuit de actieve ambtenaren. Minister Hoefdraad beloofde het korps betere tijden.